Nu biedt zorgcentrum Archipel Dommelhoef nog plek voor mensen met een chronisch lichamelijke beperking. Maar daar komt verandering in. Het monumentale complex in Hartje Eindhoven is namelijk verkocht aan Trudo en Steeink. De corporaties willen hier betaalbare woningen ontwikkelen. Die woningen zijn er dus bijna niet. En dat willen we wel bevorderen. En aan de andere kant is dat we de doorstroming willen bevorderen van mensen in de sociale huur die eigenlijk een te hoog inkomen hebben. Maar er is niks anders en daar willen wij voor het middenhuur van bouwen, zodat er andere mensen weer in een sociale huur kunnen komen. Archipel neemt met pijn in het hart afscheid van Dommelhoef. Maar dat was in de ogen van de zorginstelling de enige optie. Het pand is oud geworden en wij moeten renoveren of nieuw bouwen. En wij konden geen nieuwe situatie vinden waarbij je kunt zeggen van nou, dan kan die revalidatiezorg weer terugkomen. Of dan kan een bestemming met zorg op een goede en te betalen manier terugkomen. De verkoop is dan wel rond, maar voor de cliënten en het personeel van Archipel verandert er vooralsnog niets. De komende jaren wordt het complex namelijk gehuurd van Trudo en Steeink. We hebben gezegd, nou, dan kopen wij het vast voor jullie. Dan heb je in ieder geval de vrije hand om verder te gaan zoeken naar een ander pand. Wij gaan zoeken naar een nieuwe plek voor beide bestemmingen, revalidatiezorg en long stay. En dat kan iets bestaand zijn wat we echt gaan opknappen. Of een nieuwbouwsituatie. Naar verwachting start in 2025 de bouw.